Bal terug, maar dat wordt een corner. Niet wat slordig. Van Keilegom. Sumoro. Net niet voor Van Morsel. Hoornkamp, stuit. Green kan dan Van Morsel. Sumoro. Van Morsel. Postema. Stans, ja. De bedoeling was duidelijk en goed richting Van Eiken. Nou, weer kaatsen. Van der Steen. Van Morsel is gestart. Stans. Sturing. De trainer is niet bepaald tevreden. Zegt daar Erik van der Ven. Vorige twee wedstrijden van Den Bosch in eigen stadion werden gewonnen. Daar werden er 6 punten vandaag gehaald. Geen buitenspel, mag door met Verrijken. Thomassen. Geen paniek bij sturing. Thomassen. Van Keilegom. Nukili. Van der Sluis buitenom. Postema. Verdeeld door het Zeepak. Sturing. Meerveld. Sturing. Meer en meer ontevreden gezichten bij Den Bosch, nu ook meer. Kan geen handje af richting trainer van de Ven. Meer geld nu naar. Dan hebben ze bij Helmondsport voldoende mensen achterin. Sumoro. Sturing terug.
Somoro. Deil. Somoro. Van Zut. Bolsjes. Deil. Hoornkamp, Postema. Kies een positie. Dit is geen geweldige bal. Zijn benen strekte. Toch wat last van krampjes. Niet zo raar natuurlijk. Sturing heeft het hele seizoen nog niet gevoetbald. Meegetraind met NEC. Die moest ineens dus na een aantal trainingen. Niet eens zoveel, want er werden natuurlijk een paar trainingen afgelast bij Den Bosch. Ja, dat die pas niet aankwam, dat had te maken met het tikje dat hij kreeg van Jelle Gooselink. Dus de vrije trap voor Den Bosch. 83e minuut. De bal gaat daar ruim achter Bolsius. Spring naar Van Zutphen. Postema. Somaoro. We staan. Green. Sturing. Overtreding. Sturing. Velida. Nog nauwelijks. Speelde vanaf het middenveld in de wedstrijd tegen Roda. Toen was Bannerser als rechtervleugelverdediger. Maar dat had te maken met de afwezigheid van Hannag. Green helemaal vrij. Meerveld goed weggedraaid. En dan de overtreding van Reserveur. En dan voor stap Reserveurs in sturing. Green. Sturing. Hoornkamp. Probeerde het door de benen van Amuti. Het lukt niet. Gaat toch niet van een leien dakje bij de Deen. Elias Seurissen in zijn debuut voor Almere City. Nu dan wel met het puntje van de schoen. Maar geen controle, sturing neemt over. Nu dan wel met het puntje van de schoen. Maar geen controle, sturing neemt over. Mirani. Meerveld. Velida. En dan is Den Bosch weer in de laatste lijn. Bij sturing. Van Hedel dus. Somaoro. Sturing. Zijn er maar twee die gaan jagen. Bij Almere, dat is te weinig. Van Hedel. Den Bosch houdt balbezit. Het is Meerveld.
Sumaoro. Sturing. Hulders. Van der Steen. Helstroep. Blackson. Nog aangeraakt door Bolsius. Mulders. Bolsius niet. Balken voor de eerste keer. Harrison. Harrison en de komende tegenstander van FC Den Bosch. Vandaar dat Marinus Dijkhuizen hier op de tribune zit. En Bas van der Brink zit er ook. Die is de scout, de spion van Jong FC Utrecht. Balbezit is er. En de eerste omwentelingen met Van Hedel. Sturing. Die nog maar in de laatste lijn te spelen. En deed dat prima. Sturing. Leisman snijdt de weg naar achteraf. Hulders vindt hem wel met Van Hedel. Felida. En Van der Steen naar Sumaoro. Sturing. Sumaoro. Sumaoro. Felida. Sturing. Zoeken naar Bolsius. Rooskens zit ertussen. Meer. Van Hedel. Het is geen diepte. Dus moet er terug. Van Hedel. Het is geen diepte. Dus moet er terug. Vindt zijn medespeler niet. Sturing. Postema. Eigenlijk geen schot te noemen. En dan komt Den Bosch met de schrik vrij. Want dat is wel duidelijk. De laatste fase is top de betere ploeg. Bolsius. Mulders. Meerveld. Twee man kwijt. Is dan toch niet echt weg. Meerveld. Twee man kwijt. Is dan toch niet echt weg. Van Hedel. Sumaoro. Bolsius. Botste even tegen Sumaoro op. Ippon.
Van Edel. Van Edel. Slotfase eerste helft spreekt aan de laatste 5 minuten. Den Bosch begon goed. In tegenstelling tot eerdere wedstrijden. Maar toch kun je ook zeggen dat Den Bosch wel terugviel. Uiteindelijk in zo'n eerste helft geen afspeelmogelijkheden ziet. Meerveld. Van Morsel. Piqué. Soumaoro. Sturing. Soumaoro. Ja, Os hoeft niet. En Den Bosch kan niet. Sturing. Deil. Velida. Van Zutphen. Sturing. Velida. Van Zutphen. Sturing. Deil. Meerveld. En van Excelsior. Is het een van de Osse uitblinkers, Piqué, die er weer eens tussen zit. Meerveld. Troppen. Van Morsel komt voor de goal. Ja, als je hem dan inlevert bij Lammers. Spelen. Ploeg gaat vrijdagavond op bezoek. Bij FC Utrecht. En Den Bosch speelt tegen Excelsior. Hier is Hornkamp. Geen stond wel iets te ver voor zijn doel. Tropman. Bos. Omarsson niet. Sturing wel. Dus even kijken hoe het gaat staan. Hoe het zich gaat ontwikkelen. Dieter gezocht bij Postema. En die bal is net iets te hard. Van Hedel en Velida. Jagende man is baas. Namens Excelsior. En nu Mulders met misschien wat ruimte. Of komt Hoornemans op tijd? Sluiting is er. En die is goed. Goeie redding van Dame die gestrekt moet. Chouaon ruimt op. Maar een goed schot van Kevin Velida. Mag hij wel eens meer doen? Twijfelt nog wel eens. Maar dit was een goede poging. Soumaoro op de middenlijn vangt Excelsior Den Bosch pas op. Dit is niet goed voor Sturing. Seis, Baas kan nu meters maken. Zwarts gaat diep. Julian Baas. Van Edel. Mats Deil. Omarsson. Op best. Maakt ook geen aanstalten om snel druk te zetten. En laat dit gewoon toe. Het rondspelen van Den Bosch. Velida. Nu wel wat snelheid. Houden Kotten niet. Fischer ruimt dan wel op. Velida. Postema.
Dijkhuizen nou bang en boos op Van de Ven? De blikken wezen er wel op. Diepte bij Hoornkamp. Hoornkamp, alles of niets, het is niets. Van Giovanni. Sturing. Weer zoeken naar Postuma. Geen probleem voor Horemans. Men probeert nu. Omdat het zich eigenlijk op het oog leidzaam naar de slagbank liet leiden. Excelsior, zoals Dijkhuizen ook al aangaf, begint op elkaar ingespeeld te geraken. Felly dan eigenlijk op het oog leidzaam naar de slagbank liet leiden. Excelsior, zoals Dijkhuizen ook al aangaf, begint op elkaar ingespeeld te geraken. Felly dan namens De Bos. Bon Giovanni. Sturing. Geen probleem voor Horemans, hoewel. Nee, dame, let op. Uiteindelijk maar 3 zegens, 1 gelijk spel en 4 keer een nederlaag. De enige keer dat Excelsior doelman Alexander Dame een clean sheet hield, oftewel de 0, was 1 keer tegen MVV. Toen werd het 2-0 voor de Rotterdammers. Van Edel. Sturing. Fischer. Haalt Horemans dat? Sturing is er net iets eerder. Nou, de Kotte. Tijl. Laatste 5 minuten van een tot nu toe. In trainerstaal is dit: we hebben allebei controle en het is in evenwicht. Maar dat wil niet zeggen dat het als schouwspel leuk is om naar te kijken. Hoornkamp. Felida. Bon Giovanni. Schwartz draait goed weg van Ingo Meerveld. Heeft hij nu de snelheid? Joel Schwartz. Sturing. Rustig als altijd, Frank Sturing. Felida. Seis, we zoeken naar Omarsson. Eerste balcontact van Zutphen is goed. Hoornkamp, haalt hij dat? Hij is alleen, hij is eenzaam. Hij moet het dus even zelf oplossen. Alleen. Dan lijken de bedoelingen van Marinus Dijkhuizen en Excelsior duidelijk. Middenvelder eraf, spits erbij. Sturing zet Postuma aan het werk daar. Postuma langs Horemans, maar niet